Bink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Vandaag de opening van de kerstmerk op het Wintersalon. Klopt, ja. 2023, dat betekent meestal dat het jaar gedaan is. Inderdaad, het is weer razendsnel. Ja, 2023. Wat is er gebeurd in turnout waar u is bij blijven hangen? Er is één ding dat mij heel erg is blijven bijhangen. En dat nog zal nawerken, denk ik, ook volgend jaar. Maar er is eigenlijk heel weinig opzienbarends gebeurd in turnout. Ja. Dat is goed, aan de ene kant. Aan de andere kant, als het gaat over onderhoud en herstel van wegen, openbaar domein enzovoort, dan is dat een slechte zaak geweest. Het is wel een stokpaardje van u, hè? Want ik heb zo'n beetje de bloks herbekeken en dat thema komt samen met nog andere thema's wel, kwam in 2023 regelmatig aan bod. Hè? Dat is een stokpaardje. En waarom is dat een stokpaardje? Omdat ik turnout gebruik als voetganger, als fietser, maar ook samen met mijn vriendin als op de scootmobiel. En dan stel je vast dat eigenlijk heel het stoepenplan van turnout. Stoepenplan. Stoepenplan onbestaande is. Hè. Nu, ik weet ook, hè, ondertussen is Sieve daar al meer dan 2 jaar turnout aan het omroeren. En ik stel vast dat ik die eigenlijk meer en meer tegenkom op dezelfde plaatsen. Wat voor mij toch wel heel eigenaardig overkomt. Maar ja, goed, het is er niet beter op geworden. Nee. Ik ben zelf ook op zoek gegaan in mijn eigen pagina van wat is er in 2023 gebeurd. Er is een kraan gevallen. Klopt, ja. In de Warandestraat. Ja. We hebben nog een beetje geluk gehad. Ja. Maar wat ook regelmatig teruggekomen is een beetje de personeelsperikelen bij de Warande bijvoorbeeld. Ja. En ook een klein beetje bij de stad. Personeelsperikelen in die zin dat dus de Warande is al enkele jaren niet meer de turnhoutse bevoegdheid. Ik vind dat ook niet erg, hè? En ik vind ook dat dat niet moet terugkomen. Zeker niet als er niet voor minstens 110% financiële garantie is. Laat dan de Warande maar waarom zit. Want de stad kan dit niet meer aan. We hebben een veel te kleine deel in de bevolking dat die opbrengsten meebrengen voor deze stad. Als je gaat kijken, dat is ook een van mijn stokpaardjes, naar de gemiddelde inkomen per inwoner. Ja, dan is dat zo wat 5.000 à 6.000 per jaar minder dan bijvoorbeeld in Vosslaar. Een van de deelnemers van de stadsregio in transitie. Want dat zijn we ondertussen wel. Hè. We zijn een stadsregio in transitie met Kasterlee en Lille erbij. Wat wel bij mij blijft hangen, en dat heeft toch wel heel wat indruk gemaakt, ook denk ik nog steeds, ook bij mensen in turnout en buiten turnout, is heel het gebeuren rond Niefhout. Niefhout en dan heel specifiek het eerste grote appartementsgebouw dat daar dit jaar eigenlijk geopend is. Het pioniersgebouw. En op een gegeven moment kwam dus blijkbaar een van de beleidsverantwoordelijken van turnout tot de vaststelling. Want we moeten weten dat de stad turnout en ook de Vlaamse overheid mee financieel participeert in heel dat project Niefhout. Het is dus een oude industriezone die men wil ombouwen tot een innovatiepool. Op zich allemaal niet erg. Maar 11 juli, een heel specifieke datum, komt dan plots in de pers dat de zogenaamde startersappartementen die in dit project voorzien zijn, werden verhuurd aan arbeidsmigranten. Op zich geen probleem. Ik vind dat helemaal geen probleem, want als je gaat kijken wat nog vandaag opnieuw in de actualiteit de mensen die op de Borealiswerf bezig waren, hoe die qua huisvesting en qua beloning enzovoort met een kluitje in het riet gestuurd werden, dan is het goed dat die daar terechtkomen in een degelijke omgeving. Maar het ging vooral over de overlast die mensen veroorzaakt, lawaai-overlast, zwerfvuil, afval, dat achtergelaten werd. Ten meer omdat er niet voorzien was dat daar terecht kwam. En de paniek die toen vanuit Kelly Vrij, ik noemde even met naam, in de pers werd geëtaleerd, had denk ik vooral te maken met het feit dat ze toen tot de vaststelling kwam van we zijn vergeten om met de projectontwikkelaar tot een akkoord te komen dat deze gebouwen, deze appartementen, enkel worden toegekend aan mensen die een band hebben met turnout, die minstens in deze stad gedomicileerd zouden zijn. Was dat niet voorzien? Was niet voorzien. Want de stad zei dat ze daar een beetje in snelheid waren genomen, hè? Ja, als je het niet voorzien hebt. Als je geen afspraak maakt. Als je het niet voorzien hebt en je hebt geen afspraak gemaakt, dan kan je ook niet in snelheid genomen worden. Dan word je gewoon eigenlijk, ja,
geringeloord door een projectontwikkelaar. En men moet weten als beleidsverantwoordelijke dat een projectontwikkelaar vooral dollartekens in de ogen heeft. En het is daar misgelopen. Maar goed, op zich had dat probleem snel en accuraat kunnen worden opgevangen. Ik meen te mogen zeggen dat ik ervaringsdeskundige ben op dat vlak, want ook naast het appartementsblok waar wij wonen zitten al sinds 2016 arbeidsmigranten. Ook daar hadden wij te maken met overlast, maar wat hebben wij gedaan? We hebben dat met de eigenaar van de Korsenbonk appartementen, Dominique Nédé, met de politie en met het stadsbestuur aangepakt. En we hebben gezegd, kijk jongens, met degene die verantwoordelijk was voor de huisvesting, dezelfde trouwens als in Liefhout, Cozy Lodging. Die problemen van overlast moeten aangepakt worden, dat is ook gebeurd en houd vast al, maar momenteel loopt dat vlot. Maar dan gaan we verder. Hè. Dan komt op 23 september, dacht ik, is er een officiële opening van dit gebouw door de projectontwikkelaar, Dion. En grijpen de mensen die daar een appartement gekocht hebben, opnieuw de pers aan om hun grieven nog eens bekend te maken. En pas begin oktober is men dan gaan samenzitten met de verantwoordelijken. Ja, ik moet er geen tekening van maken. Als er zich een probleem voordoet en je laat dat 3 maanden gisten, dan wordt dat probleem alleen maar groter. Goede vrienden van ons zijn in dat appartementsblok gaan wonen. Aan de voorkant, ze hebben zicht op de Bareelstraat. Oh ja. En die worden tot op vandaag nog altijd aangesproken door mensen in en uit kunnen. Ik begrijp niet dat jullie daar gaan wonen, want als een blok die vol zit met migranten. En het gaat niet over migranten als bedaan, het gaat om tijdelijke seizoenarbeiders. Die gedurende 3 maanden maximaal mogen verblijven en dan worden vervangen. Maar daar is toch wel wat misgelopen op de wijze waarop dit in het nieuws gekomen is. En waarop dit veel te laat aangepakt is. En dat zijn dingen. Allee, eigenlijk had het tweede appartementsgebouw, het vliegeniersgebouw, ondertussen in aanbouw moeten zijn. Was voorzien dat die in het najaar zou starten. Er is nog geen schub in de grond gekomen. Heeft dat te maken met het feit dat er te weinig appartementen op dit moment op plan verkocht zijn? Het zou kunnen. De kans is groot. Maar eigenlijk is die site, bij wijze van spreken, een beetje bezoedeld. Een beetje besmet. Ja. En dat gaat dus nog een nawerking krijgen. En dat vind ik dus een van de meest ongelukkige zaken die er dit jaar in Turnhout misgelopen zijn. Maar langs de andere kant, ik heb ook gemerkt dat er in 2023... gelden aan Turnhout zijn beloofd. Ik denk aan de As-Otterstraat richting station. Ik denk aan een paar scholeninitiatieven waar Vlaams geld voor komt. Er zijn toch een paar positieve... Iemand heeft de vries uitgetrokken. Ja, maar ik heb nog... Ja, dat is... Oh ja, voilà. Ik ben opnieuw. Er komt geld, Vlaams geld naar Turnhout. Er is in 2023 Vlaams geld beloofd aan Turnhout. Toch een positieve zaak, denk ik. Maar dat gaat om vroegst in 2024 in uitvoering komen. En 2024 is ook een verkiezingsjaar. Ja. Ik stel vast dat Mark Bogers, de schepen van mobiliteit, maar ook de schepen van wegen, alle kasseistraten in Turnhout gaat vervangen volgend jaar. 29 miljoen of 26 miljoen wordt voorzien. Is, ja, maar de man had eigenlijk van bij het begin van de legislatuur al 50 miljoen ter beschikking, voor alle duidelijkheid. Is het een strategische keuze of is het... Het is een domme keuze. Men heeft mensen lang, veel te lang laten wachten op noodzakelijke herstellingen. Als ik daarnet bij mij thuis vertrok, Michael, dan stel ik dan vast als ik de straat uitkom, ja, dat ik moet manoeuvreren met mijn fiets om niet in de kotten waar de asfalt opgevreten is. Ik noem dat door asfaltratten. Er zijn fietsstraten in Turnhout in het vooruitzicht waar de asfaltratten de zijkant van de weg al helemaal opgevreten hebben. Dan zeg ik, ja, dit is zeer onveilig. Hier vlakbij in de Koning Albertstraat, als je daar met de fiets niet heel voorzichtig bent, kom je in een rioolputje terecht dat 15 centimeter lager ligt. Want wat doet men als men een straat vernieuwt die nog altijd als ondergrond kassei heeft, nota bene? Ja, men legt laag per laag asfalt, waardoor dus de rioolputjes altijd maar lager en lager en gevaarlijk. En je krijgt drempels, hè? Maar goed, in 2024 zal de Otterstraat vernieuwd worden. Ja. Als ik goed ingelicht ben, nadat de kerstgebeuren en de kerstwintermarkt weg is, dan zal men aan de hernieuwing van de Otterstraat beginnen. Maar als men bovendien ook nog in dat jaar alle andere straten die volgens in het vooruitzicht stelt gaat hernieuwen, ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat dat zich wreekt op het moment van de verkiezingen. Hopelijk is Fiber klaar dan, letterlijk.
fiber... Want anders gaan we volgend jaar ik heb het gevoel op de werf wonen. Ik heb het gevoel dat fiber moeilijk klaar geraakt in Turnhout. Ja. Als men moet toch wel weten dat wij qua oppervlakte zijn wij een kleine stad, Michael. Ja, ja. Jopijn. Dus als men men is nu bijna 2,5 jaar bezig. Hè. Als men dat nu nog niet klaar heeft, dan vraag ik mij af hoeveel vertrouwen kan je dan hebben in het fiber klaar gebeuren als dusdanig. Ik denk dat de mensen het beu zijn ook. Hè? Mensen zijn de kosten beu. Het was van de week nog hier in de Paterstraat. Als je het pleintje bekijkt, voor de Paterstraat, waar fiber klaar recent ook nog gepasseerd is, wel, daar zijn van die grote stenen waar 3-4 centimeter spatie in zit. Als daar een dame tussen geraakt met een hoog hakje, dan valt die onherroepelijk te pletteren, bij wijze van spreken. Maar goed, dat was 2023. Bing TV.